Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. In deze wiskundevideo gaan we rekenen in driehoeken en voor mijn leerlingen is dit een toevoeging voor het boek Getallenruimte 2 VMBO Basiskader, hoofdstuk 1, paragraaf 3, die jullie kunnen vinden op bladzijde 20. In deze video gaan we naar een paar dingen kijken. Als eerste behandelen we twee begrippen. Daarna kijken we naar het feit dat in een driehoek de driehoeken samen altijd 180 graden zijn. Dan kijken we even naar twee van de drie. Als we twee van de drie dingen weten, dan we een derde kunnen berekenen. En als laatste gaan we rekenen in driehoeken. Je moet voor deze video twee begrippen kennen. De eerste is driehoek en een driehoek is een vlakfiguur met drie hoekpunten. En de tweede is hoekpunt en een hoekpunt is de plek waar twee lijnen samenkomen in een vlakfiguur. Er is een feitje wat je van mij aan mag nemen. En dat feitje is dat de drie hoeken in een driehoek samen altijd 180 graden zijn. Laten we dat even één keer controleren. We zien hier driehoek ABC en hoek A is 115 graden, hoek B 35 graden en hoek C 30 graden. En als ik hoek A, hoek B en hoek C samen optel, dan komt het daar inderdaad ook uit 180 graden. Omdat we weten dat de drie hoeken in een driehoek samen altijd 180 graden zijn, kunnen we ermee rekenen. Als we twee van de drie hoeken weten, kunnen we de derde berekenen. Bijvoorbeeld in driehoek DEF weet ik dat hoek D 45 graden is en hoek E 80 graden, dan kan ik hoek F berekenen. Maar voordat we dat gaan berekenen, gaan we even kijken naar dat 2 van de 3 in een wat simpeler voorbeeldje. Ik zie hier Daaf, Els en Fred. Daaf, Els en Fred hebben samen 15 euro, Daaf 5 en Fred 7. Dat betekent dat Els 3 euro heeft. Volgende dag zie ik Daaf, Els en Fred nog een keer. Nu hebben ze samen 24 euro. Els heeft 13 euro, Daaf 6. Dan kom ik al snel achter dat Fred 5 euro heeft. Nu gaan we het wat moeilijker maken. Samen hebben ze vandaag 180 euro. Daaf 45, Els 80. Gaan gokken nu hoe ik erbij op moet tellen is wat minder makkelijk dan bij de voorbeelden hiervoor. Het makkelijkste is nu om die 180 te pakken, de 80 van Els eraf te halen en de 45 van Daaf. En als ik dat uitreken, kom ik al snel achter dat Fred 55 euro heeft. Nu gaan we terug naar het rekenen in driehoeken. Ik heb jullie eerder dit plaatje laten zien van driehoek DEF. En hoek D was 45 graden, hoek E 80 graden. Stel nou eens hoek D is Daaf en hoek E is Els en hoek F is Fred. Dan weet ik nu eigenlijk al dat hoek F 55 graden moet zijn. De vraag is nu, hoe kunnen we dat wiskundig netjes opschrijven? Als eerste tel ik altijd de twee hoeken bij elkaar op die ik al weet. En dat waren hoek D en hoek E. Hoek D plus hoek E is 45 graden plus 80 graden, dat is 125 graden. Dan pak ik de 180 graden die de drie hoeken in een driehoek samen zijn en haal daar de totaal van Daaf en Els van hoek D en hoek E vanaf. En dan hou ik 55 graden over en dan weet ik dus dat hoek F 55 graden is. Ik wens jullie heel veel succes met de opdrachten en ik bedank jullie voor het kijken naar deze wiskundevideo.